Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een feitjes over skincare video. Een tijdje geleden heb ik al zo'n video opgenomen. Het waren ongeveer 10 feiten die ik geleerd heb over skincare. Want zoals jullie waarschijnlijk weten heb ik me het afgelopen jaar best wel heel erg verdiept in skincare. Ik volg heel veel dermatologen, heel veel skin professionals, chemicussen. Noem het maar op. Ik volg ze op allerlei social media kanalen. Dus je krijgt van allerlei informatie binnen. Vind ik super leuk om te leren. En ook echt de diepte in te gaan. Over de ingrediënten, over de producten en dergelijke. Dus ik merk dat ik er echt heel erg enthousiast van word. En ik heb dus een aantal dingetjes weer opgeschreven waarvan ik dacht. Die hebben een soort van mijn ogen geopend op een bepaalde manier. Dus ik dacht, ik deel deze weer met jullie. Het zijn er ongeveer 8 dit keer. Dus laten we snel beginnen. Laten we trouwens alsjeblieft dit een beetje negeren, want mijn haar, ik kan er even niks mee, maar er wordt straks wat aan gedaan, dus in de volgende video zien jullie ongetwijfeld het resultaat. Het eerste waar ik het over wil hebben is je poriën. Vroeger, toen ik een jaar of 20 was, ergerde ik me gewoon heel erg aan mijn poriën, de grootte daarvan. En het was ook echt best wel een ding, allerlei producten die je poriën kleiner maken. Maar de grap is, je kan dus je poriën niet kleiner maken. Je kan misschien met een primer of met een siliconen basis ervoor zorgen dat je de zichtbaarheid van poriën dat er wat verminderd wordt, maar dat is een heel tijdelijk effect. Dus er is niet zoiets, zeg maar, dat je poriën juist vergroot of verkleint. Het is gewoon de structuur van je huid en je kan het niet veranderen. Wat ik ook vroeger altijd dacht, en het was ook echt zo'n ding, dat als je bijvoorbeeld naar de sauna gaat, het helpt om je poriën te vergroten. Of als je bijvoorbeeld zo'n stoombadje neemt. Ik had ook vroeger zo'n apparaat, zeg maar, dat je gezicht erop bovenop kon stomen met allerlei geurtjes en alles. En ik geloofde er ook echt heilig in dat het zorgde ervoor dat je poriën, zeg maar, wat groter zouden worden, zodat je, zeg maar, wat makkelijker spul eruit kunt krijgen. Dat is gewoon onzin. Dat bestaat niet. De grootte van je poriën blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Het volgende punt, wat ik ook heel veel zie in de marketing van producten, hoe producten gepresenteerd worden, is je krijgt de volgende dag het resultaat. Of je krijgt binnen een week, ziet je huid er gladder uit. Zoiets bestaat namelijk dus ook niet. Want een product, een huidverzorgingsproduct, heeft, nou ja, gemiddeld 2 weken en soms zelfs maanden nodig om het effect zichtbaar te laten maken. Maar er is in feite niet iets wat, nou ja, eigenlijk binnen een uur of binnen een nacht, dat je er opeens heel anders uitziet. Het kan een tijdelijk effect zijn, het kan alleen maar een zichtbaar effect zijn, maar de kwaliteit van je huid wordt niet binnen een paar uur verbeterd. En dat is een beetje waar heel veel mensen misschien moeite mee hebben of misschien geen geduld voor hebben. Maar geloof me, als je echt consistent een product blijft gebruiken waarvan je merkt, die is goed voor mijn huid, maar uiteraard er niet door geïrriteerd, dan ga je uiteindelijk ook echt mooie resultaten zien. Dat brengt me ook meteen op het volgende punt en dat zijn maskers, gezichtsmaskers. In feite hoef je maskers ook niet per se te gebruiken, want maskers die geven mij een tijdelijk effect. En wat ik heel veel mensen ook hoor zeggen, als je bijvoorbeeld zo'n of een sheet mask hebt, wat in de 9 van de 10 keer bedoeld is voor extra hydratatie, die zijn vooral lekker voor, ja, gewoon die extra boost, maar het gaat geen blijvend effect geven. Dus als je bijvoorbeeld denkt van, ik heb er 's ochtends even tijd voor, ik doe even een lekker verzorgend maskertje op, dat ervoor zorgt dat mijn huid, zeg maar, net even wat stralender uit gaat zien, zodat het wat, mijn make-up bijvoorbeeld er mooier eroverheen gaat, daar kun je een masker voor gebruiken. Maar ik vind het persoonlijk zelf een soort van spaarmomentje. Dat ik denk van, nou, die extra hydratatie, dat is voor mij bijvoorbeeld 's avonds ook lekker ontspannend. Het is gewoon heerlijk, dus vandaar dat ik, als ik dan een keer een masker gebruik, dan gebruik ik het wel 's avonds. Maar het gaat niet zo goed werken als een huidverzorgingsproduct wat je maandenlang gebruikt. Dus maskers, tijdelijk effect. In mijn vorige video heb ik het dus gehad over oogcremes. Dat je die in feite niet echt nodig hebt. Hetzelfde is ook met nachtcremes. Er is niet per se een verschil tussen een dagcreme en een nachtcreme. Wat er namelijk vaak gebeurt als je puur naar marketing kijkt, is dat nachtcreme vaak een wat zwaardere creme is. Er zitten bijvoorbeeld net wat meer verzorgende ingrediënten, misschien net wat meer olie. Maar in feite heeft bijvoorbeeld droge huid er ook behoefte aan overdag. Dus het is maar net waar je huid behoefte aan hebt. De ene huid heeft meer behoefte aan wat hydraterendere cremes, de andere heeft behoefte aan een andere soort crèmes, maar in feite zou je elke dag crème ook 's nachts kunnen gebruiken. Of je gebruikt je nachtcrème zowel overdag als 's nachts. Het maakt eigenlijk niet uit. En nachtcrème heeft vaak wel een hoger prijskaartje, omdat men gelooft oprecht dat er meer ingrediënten in zitten. En weet ik veel wat allemaal. Nou,
geloof dat vooral niet en gebruik vooral waar je huid blij van wordt. Want het hoeft niet per se een nachtcreme te zijn. En trouwens, wat ook misschien ook wel een grappige soort van side note. Wat ik veel hoor, en zeker als je bezig bent met zeg maar iets meer geavanceerdere skincare routine. Dus als je ook actieve ingrediënten gebruikt, zoals serums, olie en dergelijke. Je crème, wat je in feite als soort van bijna laatste stap, gaan we zo ook over hebben, gebruikt. Dat hoeft helemaal niet zo fancy te zijn. Het hoeft helemaal niet heel veel aan extra ingrediënten te zijn, omdat je al die serums en dergelijke hebt gebruikt. Dus het kan ook een hele simpele crème zijn, want het is gewoon een extra stap. En daarover dus meteen een mooi bruggetje. Dat puntje heb ik eigenlijk aan mijn vorige lijstje dus ook al toegevoegd. En toen dacht ik van, ja, moet ik dat vermelden? Is dat niet een beetje controversieel? En toen hoorde ik daar steeds meer dermatologen over. En toen dacht ik, ja, ik moet hem eigenlijk benoemen. Alle stappen die je namelijk na het reinigen doet. Dus je serum, je toner, je essence, je crème, je olie. Het schijnt dus dat er studies zijn die bewijzen dat het niet per se uitmaakt in welke volgorde je dat allemaal gebruikt. Het is, ik hoor het heel vaak, hè, dat is echt een stamregel, is dat je dat soort producten van dunne, zeg maar waterige structuur moet gebruiken naar wat dikkere structuren. Dus de crèmes en de olie als laatste stap. Maar in feite, het is niet zo dat er opeens een laagje op je huid komt. Olie wordt wel vaak gezien als een soort van laagje. Maar in feite, ook de ingrediënten van andere producten die je daarmee gaat mixen of die je eroverheen aanbrengt. Het is niet zo dat het meteen je huid afsluit en dat er niks meer binnendringt. Dus je kan het, in feite maakt het ook niet heel veel uit. Nou ja, zo is het wel bewezen dat de effectiviteit van producten die je eroverheen gebruikt, dat het opeens minder wordt. Dan wil ik het heel even hebben over de tools. Ik weet niet of jullie het kennen van die massageborstels of van die reinigingsborstels zoals Clarisonic en zo. Trouwens, Clarisonic is geloof ik failliet gegaan of iets dergelijks, dus die bestaat überhaupt binnenkort dan niet meer. En dat schijnt ook een van de redenen te zijn dat mensen dus ook veel meer in de skincare zijn en die erachter komen wat het allemaal precies inhoudt. Heel veel van die dingen worden ook echt op de markt gezet als een hulp bij je reinigingen van je gezicht. Dus dat je die in feite echt elke dag moet gebruiken. En het liefst, sommige mensen gebruiken zelfs 2 keer per dag. Heel erg fout dit. Want dat soort massageborstels, en zeker ze hebben allemaal van die opzetstukken en weet ik veel wat allemaal, dat zijn in feite een soort van handmatige exfoliermomentjes, om het zo maar te noemen. Want je exfolieert je huid. Hè? Op het moment dat je aan je huid gaat wrijven, want het is wel iets milder dan echt wrijven, maar in feite deze bewegingen, en zeker met van die iets hardere borsteltjes, dat is gewoon het exfolieren. En om eerlijk te zijn moet je sowieso exfolieren maximaal 2 tot 3 keer per dag doen. Dus een product wat gemarketing wordt als elke dag, terwijl het maar 2 tot 3 keer moet gebruiken. En dat kan dus een reden zijn dat je huid er helemaal van slag door raakt. Want dagelijks exfoliëren wordt absoluut niet aanbevolen. Zeker niet 2 keer per dag. Dat vond ik trouwens ook wel een grappige. Dat is misschien ook iets wat heel veel van jullie niet weten. Maar misschien ook wel. Maar er zijn dus richtlijnen met verboden stoffen wat in skincare wel of niet mag zitten. En ik vond opvallend dat in Amerika er staan 250 van die richtlijnen. En in Europa of in de EU zijn het 1300 van die richtlijnen. En het is best wel een verschil natuurlijk, 250 of 1300. Maar het schijnt dus dat in Europa veel meer van die dingen opstaan die in Amerika, waarvan zij zeggen, het is vanzelfsprekend. Ik geloof dat bijvoorbeeld in EU dat soort dingen als lood en gewoon verschillende metaalsoorten en zo, dat staat erop. In Amerika zegt ze, ja, maar dat is vanzelfsprekend, dus we zetten op die lijst alleen maar de dingen waarvan wij vinden, ja, die worden vaak in skincare gebruikt en dat willen we niet. Dus dat is verboden dan om in Amerika dat soort dingen te verkopen. Maar om heel eerlijk te zijn, en dat is puur mijn mening, voel ik me veiliger als ik weet dat zo'n lijst te veel dingen bevat. Dus ook lood en weet ik veel wat allemaal. En rattengif en nou ja, weet je. Ik voel me er veiliger bij als ik weet dat dat soort dingen op de lijst staan dan mensen die roepen, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Ik weet niet, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vond het wel grappig, zo'n feitje. Dus ik dacht, ik deel hem even. En dan komen we aan bij het laatste puntje. En dat is wat ik ook steeds meer en meer leer. Want ik heb ook aan het begin, hè, van mijn skincare journey ook een video opgenomen over de producten. Of in ieder geval de ingrediënten die je vooral moet vermijden. En dan gaat het vooral om skincare, een beetje over haircare, maar vooral de skincare. Maar eigenlijk komt het erop neer, wat ik dus steeds meer en meer leer, is dat er bestaan eigenlijk geen slechte ingrediënten. En alles wat in skincare gebruikt wordt,
ja, het is op een of andere manier, het is nodig. Het is heel vaak zijn het dingen waar men bang voor is. Dat zijn heel vaak ja, goed bestudeerde dingen. Dus het is niet zo dat er schadelijke dingen aan toegevoegd worden. Even een voorbeeld. Parabenen. Daar is volgens mij echt iedereen mega bang voor. En ik zie op heel veel verpakkingen parabeenvrij, parabeen dit, parabeen dat. Het is, volgens mij kennen heel veel mensen parabeen als de slechterik. Maar eigenlijk is parabeen, parabenen dat zijn eigenlijk stofjes die bedoeld zijn, ja, een soort van conserveringsstofjes. En het zijn de meest bestudeerde stofjes in de skincare. Ze kunnen helemaal niet zoveel kwaad. Vroeger werden er studies gedaan, ik geloof dat het in de jaren 80 was, als ik me niet vergis, of nog eerder, waarbij een soort parabeen is bestudeerd en eigenlijk was de studie te oud, te achterhaald en daar klopte helemaal niks van. En toen was het dus aangetoond waarom parabenen zo slecht waren, dat ze je hormoonhuishouding kunnen verstoren en weet ik veel wat. Maar dat klopt niet meer, dat is niet meer van deze tijd. Dus dat iedereen super panisch doet over parabenen, ja, dat is helemaal niet meer nodig, want zo slecht zijn die stofjes niet. Even een ander voorbeeldje en dat is alcohol, maar dan de uitdrogende soort alcohol. Dus bijvoorbeeld alcohol de naad. Ik moet zeggen, ik vermijd zelf heel graag alcohol. En zeker alcohol waarbij, of als ik een toner zie en het staat er bovenaan, dat is wat mij betreft in mijn boekje nog steeds een heel slecht ding. Maar alcohol en zeker zo'n uitdrogend soort alcohol hoeft niet altijd uitdrogend te zijn. Want dat stofje is er ook voor bedoeld om andere stofjes die in hetzelfde product zitten, om ze dieper te laten penetreren in je huid. Dus dat is ook wel eigenlijk ergens goed voor. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. En zeker als alcohol niet op de eerste plaats, want nogmaals, dat is volgens mij nog steeds niet helemaal goed. Maar zeker als het een beetje onderaan de ingrediëntenlijstje staat, dan hoef je daar echt niet voor te vrezen. En zo geldt het eigenlijk voor alles. Hoe je huid erop reageert, als je huid er goed op reageert, nou, dan bewijst nogmaals dat het eigenlijk een goed product is voor jouw huid. Dus waarom niet? Dus dat soort dingen, je hoeft wat dat betreft niet heel veel dingen te vrezen. En als het voor je huid niet werkt, dan is dat misschien de reden. Het werkt gewoon niet voor je huid, het matcht niet met je huid. En niet per se dat er een ingrediënt in zit dat überhaupt per definitie in alle producten slecht is. En dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video weer eens leuk vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Ik zou het ook super leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. En als je het notificatiebeltje aanzet, want dan weet je in ieder geval wanneer ik de volgende keer geüpload heb. Ik ben in ieder geval elke zondag om 8 uur en ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!